Ben jij nou een nakker of een PSV'er? Volgend jaar allebei? Nee, ik ben een nakker, maar ja, de kans om bij PSV aan de slag te gaan is natuurlijk heel mooi. En die kan je niet laten liggen en dan denk ik dat je die met beide handen moet aanpakken. Dus volgend jaar ja, PSV en NAC allebei. Ja. Wat zijn jouw toekomstplannen? Maar ik denk niet dat je te ver vooruit moet kijken in de voetballerij. Omdat je natuurlijk, je weet nooit wat er gaat gebeuren. Vorig jaar stond ik bij Beek vooruit en nu sta ik volgend jaar weer bij PSV. Dus zo snel kan het eigenlijk gaan. Ja, ik wil ze natuurlijk zo hoog mogelijk eindigen. En ik wil wel in de loop van de jaren misschien proberen mijn TC1 te gaan halen als dat mogelijk is. En dan ook weer door te groeien als trainer. Maar ja, het belangrijkste is gewoon dat ik er plezier in blijf houden en dat heb ik tot nu toe. En met dat er eerst aanwezig is, dan ben ik eigenlijk al zeer tevreden en dan zie ik al waar het eindigt. En, maar tot nu toe gaat het eigenlijk volgens plan. En ja, heb ik zin in volgend seizoen alweer. Ja.